Nu gaan we... verhalen vanavond. Leuk. Het zal wel laat zijn, want ze hebben ons net laten weten dat we live moeten in Sportweekend met een analyse. Dat zal dan toch voor jou en Ruben van Gucht zijn. Ik grap maar wat. Ivo, hij komt eraan straks. En hij vraagt om een goede fles uit de kelder te halen. Dat zal het niet aan twijfelen. Ivo Molnars trouwens, schoonzoon van Eddie Opiva. Ja, dus veel Italiaanse roots, goede Italiaanse wijnen daar in de buurt. Dus dat zal geen probleem. Nee, maar het is koers. Voilà. Al ligt die koers nu wel helemaal vast voor het komende uur. Zo lijkt het nu toch. Groep 2, dat zijn er dus drie. Deze vluchters hebben we en dan die drie achtervolgers met Jurgensen, Mohoric en Pitti. En de rest? Gisteren heb je drie keer gezegd, het is gedaan, het is nog niet gedaan. Nee, we hebben dat vier keer, vijf keer gezegd, maar ik denk dat we nu wel kunnen stellen. Het is gedaan, het podium is weg. En ze gaan rap thuis zijn. En een geweldige kennismaking met Lascano. Niet alleen kennismaking, maar toch een van die Spanjaarden die op Vlaamse wegen... Gisteren een goede Garcia Cortina gezien nog naar het einde toe. Ja. En dan deze Lascano, ja. Jurgen Roeland zal en mag tevreden zijn. Movistar. En dan zit je daar met je snelle mannen in het peloton. Dan maak je je selectie voor Kuurne, Brussel-Kuurne in de winter en denk je, ik moet daar mijn sprinter naar mee pakken. Ja, maar als de kanonnen de koers maken, dan moeten de sprinters proberen overleven. En dat is in deze manier van koersen en op deze beklimming daarboven al zeker niet. Hè? Ja. Zonder daar enige connotatie te willen aanplakken, hoor. Ik weet dat het misschien verkeerd klinkt, maar... Het is niet de bedoeling om het er verkeerd te laten klinken, maar hebben we koers op twee of drie snelheden? Goh ja, het straffe was dat ze daar gebruik van gemaakt hebben van... Dat is Jurgen Roelandse. Ja. Zeg maar, sorry. Ja, gebruik gemaakt hebben van, ja, van die lastige beklim. De Mont Saint-Laurent, die Fran Lezanvij, die kasseien klim. Waar eigenlijk ja, Wout van Aert en deze Tim Welles met Lascano zo wat de puntjes op de i zetten van we zullen eens koers maken. En wat, ja, dan zijn er weinige sprinters of geen die kunnen overleven. Wout van Aert is geen sprinter. Hij is gewoon een, meer dan een sprinter, veel meer. En qua trainingsarbeid richting de berg kan dat wel tellen. De groep 3 wordt op 3 minuten gemeld. Ja, dat is nog altijd een beperkte groep. Hè? Dat zal de groep Kampenaars zijn, zullen we maar zeggen. Egaard, ja. Die kunnen nog wel... Van Baarle, Laporte. Die kunnen nog wel voor plaats 4 gaan rijden. Ja, die kunnen die andere drie nog op de nek vallen. Dat denk ik wel. Die gaan echt moeten gas geven om ervoor te blijven. Tenzij Van Baarle en Laporte daar die vlucht van Jurgensen volop gaan bekijken. Ja, maar ik heb gezien dat daar de mannen van Kirmay aan het rijden waren. Daarnet, op dat vorige beeld. De kans is wel reëel, als je daar voor plek 4 nog rijdt, dat Laporte daarmee gaat lopen. Die kans is heel groot, ja. Of Girmay, ja. Of nog iemand wegrijdt op een einde, zo gekend dat. En dan Wout van Aert van op het podium zo'n duimpje geven naar die mannen die hier komen voorbijgesprint. Ja. Als hij maar wint, want ja, we mogen niet te vroeg. Nu, hoe zitten de pionnetjes van Visma Lease Bike verdeeld? Van Aert in dat eerste groepje, Jurgensen in een tweede groepje en dan in dat derde groepje Benoot, Van Baarle, Laporte en Hagenes. Dus wie is er niet bij vandaag? Jantje Trapnik. Die mag, hè, decompresseren na zijn zegen in een misschien nieuwsblad. Heeft hij gisteravond wel iets gevierd, alhoewel dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Daar doen ze niet aan mee. Nee. Daar doen ze niet aan mee. Weet je, en je gunt het Trapnik dan ook wel, hè, als je dat verhaal nog allemaal eens leest, van waar hij komt, veel te vroeg prof geworden, in een eetstoornis gesukkeld, daarna gedacht aan stoppen via een klein obscuur Zwitsers team, dan toch weer ja, beginnen koersen en uiteindelijk die sprong gemaakt naar de wereldtop. Weet je dat hij op 21 jaar Europees kampioen was? Ik weet het. Europees kampioen, hè? Toen waren... Dat hij in de ronde van Romandie Roglic klopte. Mm-hmm.
in een proloogtijdrit? Je moet er wel mee om kunnen dan, hè. Ja. En dan kom je bij Quickstep terecht, dan wordt er natuurlijk heel veel van je verwacht. En dan slaat het al eens tegen, dan begin je aan jezelf te twijfelen. En voor je het weet zit je in een soort vicieuze cirkel waar je niet meer uit gaat. Ja, en dat was ook nog een periode dat jongeren, dat men zoiets had van, laat het maar niks zien, kom. Mm-hmm. Nu gaat men die jongeren toch veel beter begeleiden. Men kijkt welk vlees hebben we in de kuip, we hebben die talent. We moeten er zo en zo mee omspringen. Maar vroeger was dat een keiharde wereld. Mm-hmm. En moest je daar zelfstandig proberen uitkruipen. En was dat zeker geen gemakkelijke situatie. Nee, het was vooral ook een periode, herinner ik mij, een jaar of 13, 14 geleden, waarin er een enorme drang naar magerzucht was in het peloton. En dat is nog altijd wel voor een stukje zo, maar dat wordt nu op een heel andere manier gefundeerd, bereikt en, ja. En ja, inderdaad onderbouwd. Met de apps en zo, er wordt wel over gewaakt dat je de nodige voedingsstoffen binnenkrijgt en dat daar een perfecte balans in is. Ja, vroeger kon je je uithongeren om mager te staan. Ja, uithongeren, niet de aangepaste trainingen, niet de aangepaste voeding op de juiste momenten, terwijl wielerliefhebbers, van harte welkom sportliefhebbers. Horic. Nog een goed uur koers. En we weten wie Kuurne-Brussel-Kuurne wint. Dat gaat toch ook bij deze mannen stilaan pijn moeten beginnen doen. Hè? Kijk eens, klein gaatje en Lascano moet daar echt alle gas geven om in dat wiel te komen. Krijgt tussen zijn kader. Grijpt letterlijk tussen zijn kader. En hij blijft maar meedraaien. Hè. Doet dat goed zo. Maar het is een sterke beer. Hè. We hebben hem daar in Gaën zien rijden. Dat we ook 7 keer gedacht hebben. Hij gaat onderdoor. Maar hij bleef toch maar mooi voorop. Met Ratnik achter hem aan. En wel eens. Er wordt barrage gemaakt, ergens horen we op de wedstrijdradio. Maar waar zou dat dan kunnen zijn? Ja, misschien wel in een andere koers. Ik zie daar in de verte nog niet te veel komen om daar barrage voor te maken voor deze 3 man. Daar is iets te doen, José. Ja, denk het ook. Dat is de Ferme des Cavés. Daar zitten VIP's, hè. Weet je wie kookt voor die VIP's daar? Ik heb het mij net laten vertellen. Zeg het maar. Die van dat bronwater. Van Bru. Wout Bru, inderdaad. Wout Bru is de chef met dienst daar in de Ferme des Cavés. Je zag het spandoek van Kuurne, Brussel-Kuurne op het dak. Hier aan de overkant staat ook een VIP-tent. Ze zijn mee met hun tijd. Ja, ja. Het is, pas op, wat dat betreft staat Vlaanderen echt aan de top. Hè. Ze kunnen in alle landen, waar dan ook, ook al ASO en ik weet niet wie nogal, die pretenderen van de grootste te zijn. Maar hier kunnen ze nog een lesje aan nemen. Hè. Niet alleen aan deze koers natuurlijk, maar aan alle Vlaamse koersen. Ja, echt wel. Echt. Er was natuurlijk heel veel te doen over de move van de organisatie hier om de start op de markt van Kortrijk te leggen. Eigenlijk als je het beschouwt van buitenaf, zonder betrokken Kuurnenaar of Kortrijkzaan te zijn,
dan lijkt het niet meer dan logisch. Ja, dan is dat de meest logische zaak. Ik van buitenaf, ik heb dan zoiets van, maar jongens, allez, dat is toch mooi, nee, dat is toch tof, dat is toch, ja, waarom niet? De Ronde van Vlaanderen start ook in, of in Brugge, of in Antwerpen, dus wat maakt het in godsnaam uit? Maar hoe lokaal je er gaat, hoe meer pijn het doet, hè. Ja, de burgemeester spreekt hier over Catalonië en Spanje, of het Baskenland en Spanje, hè. Deze groep wordt hier bijna gegrepen door het grote peloton, zeker? Ja, daar zijn ze. En wat is het grote peloton? En hebben we een idee waar die grote groep zit? Ja, zo groot is dat peloton nu ook niet meer. Als dat daar al de achterkant was, dat we net in beeld zagen. Hier zit Philipsen nog. En dan gaan ze toch nog een kilometer of 40 proberen te achtervolgen. Maar hoeveel zijn dat er? Ja, het zijn er toch nog een pak. En hier komt dan nog een groep. Ja. Dit is een bijna even grote groep. Het is nog altijd in tutten en brokken, zoals ze hier zeggen. Ja, maar ik zou wel eens willen weten, waar zitten die mannen? Op hoe ver zitten die dan? Niemand weet het blijkbaar. Niemand weet het. Vier minuten. Maar ondertussen is dat minder, want ze komen aansluiten. Bijna. Lascano die is ook al blij met het podium, hoor. Ja, denk het wel. Denk het wel. Kijk eens naar die benen van Lascano. Ze lijken wel uit staal gegoten. Het zijn kabels waarmee je een veerpont naar de overkant van de leien kan trekken. Het zit de leien ook niet zo breed. Ja, nee, maar het zit nog altijd vis in. Hè? Er zit ook vis in de Schelde, en veel zelfs. Tim Welles. Indrukwekkend aan zijn seizoen begonnen. Ja, goed. En als je dan de klok bijna een jaar terugdraait, dan zien we hem nog altijd liggen. Langs de kant. Ja, door die move. Matichuk. De pol. Die van rechts naar links schoot. Nee, van links naar rechts. Dat was het. Die dacht, ik ga hier die grond naast dat boompje eens gebruiken om op te schuiven. Maar het had veel geregend de weken ervoor. En die grond die zoog hem naar de kern van de aarde. En zwierde hem door het peloton. Woutje. Wout. Net als gisteren. Luid aangemoedigd, dat zag je ook op de markt van Kortrijk, de grote markt. Als je een eerste keer start in een koers en je doet het op deze manier, dan geef je wel een visitekaartje af. Welles was hier vorig jaar vijfde. Het is zijn derde deelname, de eerste keer in 2021. En toen werd hij 75ste. Lascano was erbij 2 jaar geleden, maar DNF. Did not finish. Ik kan me voorstellen dat hier vanuit Spanje komt hier helemaal de eerste keer in Vlaanderen rondtoeren. Op die kasseien, draaien keren, smalle wegen. Die betonbanen waar je ook nog een beetje aan moet gewennen. Met die speciale voegvullingsmassa volgens Renaat. Bitumineuze voegvullingsmassa. Het ontbreken daarvan dan bedoel ik. Waar je telkens weer opnieuw over moet. En nog eens naar Renaat. Ja, we gaan er niet op ingaan, maar merci, José. Arthur van Dongen, en nu? Nu blijven we zo doorgaan. Het is nog 40 kilometer, maar de voorsprong is groot. Maar we zien wel dat we van achter nu een aantal ploegen gaan samen komen organiseren. Maar we hebben denk ik geen andere keuze om goed te blijven ronddraaien hier van voren. De wind staat gunstig. Dus op dit moment gaan we gewoon zo door. Wanneer denk je, gaan Lascano en Welles iets proberen? Want samen met Wout naar de streep, dat lijkt me moeilijk voor die twee jongens. Ja, dat zou je aan hun moeten vragen. Hè. Voor ons is het voorlopig prima zo. Maar we hebben gezien dat Wout zich ook heel sterk voelt. Dus voorlopig denk ik dat ze alle drie heel goed beseffen dat ze moeten blijven samenwerken. Dankjewel, Arthur van Dongen uit het Visma Lease Bikekamp met Christian Hierman naast hem in de passagiersstoel. Dat is de commandopost voor de Nederlandse ploeg. Altijd een meerwaarde, dit soort interventies van op de motor.
Goed gedaan, Renaat. De volgende, Jurgen Roelands, graag. Waarom blijft Lascano hier vol meedraaien? Omdat hij blij is met het podium. Denken we dan? Of omdat hij ze wil verrassen straks? Het is een moeilijk momentje op de trieu. Is vergeten. Ploegleider bij UAE van Welles is Marcato, dus die kent Vlaanderen ook wel een beetje, hè? Mede Marco. Dankzij Hilaire van der Schuur. Vacan Soleil, Marco Marcato. Ja. Dus Hilaire zal glunderen. Renaat. Jurgen Roelands, waarom rijdt Lascano nog zo vol mee? Vraagt José zich af, hè? Vraagt José zich af. Maar ze hebben nu geen andere keuze. Ze zijn met drie. Allemaal voor het podium al. En later gaan we nog zien wat dat er kan gebeuren. Demareren dus. Maar van Aert naar de sprint gaan heeft geen zin, denk ik. Voilà, dat is duidelijk. Meer moet dat niet zijn. Dankjewel, Jurgen Roelands. Dus je podiumplek consolideren door nu nog mee te draaien en dan vanaf een kilometer of 15 van de finish het spel beginnen spelen? Misschien proberen, hè, ja. Maar dan nog, ja. Het zou klein zijn. Nu, het zou niet klein zijn. Natuurlijk niet. Het is het proberen waard, hè. De druk op wat zijn schouders te leggen. Misschien over naar Marco Marcato. Voor alle duidelijkheid, Renaat heeft nog niet geroepen, hè, maar hij was wel heel snel bij Jurgen Roelands. Hij gaat dat doen, zo. Ik ga zijn Italiaans bovenhalen. Kom, Italo Phil. Ik krijg fotootjes binnen vanuit Rwanda, waar ook naar de koers wordt. Ja, ik weet het. Peter van den Abele zit daar en onze bondscoach zit daar volledig. We waren er daarnet over bezig. Hè. Volgend jaar willen we naar Rwanda, hè. Naar dat WK. Het moet iets zijn. Ik heb mij laten vertellen van mensen die er dichtbij zijn dat ze die parcoursverkenning gedaan hebben en dat ze in de wereld gestuurd hebben dat het om 5000 hoogtemeters gaat. Maar dat het in de praktijk rond de 5800 zou liggen. Maar dat ze dat niet hebben durven communiceren uit schrik dat de renners niet naartoe zouden willen. Maar dat het bijna niet mogelijk is, José, om daar minder hoogtemeters te hebben over die afstand, omdat daar geen meter plat is. Maar die renners hebben van niks meer schrik. Hier hebben we het Pays des Collines gehad. Daar is het Pays des Mille Collines. Ook vandaag boerenprotest. Gisteren al uitgebreid uit de doeken gedaan waarom ze dat doen. En ze gaan dat ook blijven doen, zeker tot een deel van de grieven worden aanhoord en een deel van de eisen worden ingewilligd. Een drinkbusje die het publiek inging en daar nog wat energierepen van Wout van Aert. Is dit een litherzone? Ja, zeker. Daar gaan we vanuit, hè. Renners die daar, kijk, de paasbloemen staan hier al heel mooi op de linkerkant. Daar is vorig jaar veel weggegooid, vruchtbare grond. De bloemen staan daar al in bloei. Renaat? Ja, ik kan Marcato nog niet aanbieden, omdat de weg er zich nog niet toelaat. Maar alle verzoekjes mogen, José, hoor. Zelfs Marco Borsato. Maar goed, jullie waren bezig over dat WK, over een WK. Triest nieuws voor het WK. Baanwielrennen volgend jaar in Argentinië, San Juan. Dat gaat niet door. Omdat de politieke wissel van de wacht daar een feit is. En dus moet UCI op zoek naar een andere locatie. En dat is heel jammer, want daar hebben ze een miljoenencomplex neergezet. Een gloednieuwe wielerbaan. En die zal nu technisch werkloos blijven. Ook het project Centre Mondial du Cyclisme zou daar een poot hebben neergezet, zoals in Eigelen. Ook dat project staat op de helling. Jammer. Nieuwtje uit de sluitingsprijs in Oostmalle. Veldrijden hebben het dan over. Toon Aerts is daar zwaar in de dranghekken gegaan en zou zijn neus hebben gebroken. Nog niet zo lang geleden zijn rentree gemaakt. En nu dus in Oostmalle weggeslipt met zijn voorwiel in een bocht in de modder. Neusbreuk en hersenschudding wordt over gesproken. Het spektakel lag in het begin van de uitzending. En het spektakel wacht straks als de bloemenkee op de uitzending wordt gezet. Als we de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne zullen kennen. Voor de rest
zit het goed op slot allemaal? Ja, het zit goed op slot. Op slot. En toch denk ik dat de mensen gaan blijven kijken. Nee, ze willen. Ik denk met z'n allen wel eens dat de gele man. Het zijn ook prachtige binnen beelden. Hè. Kijk hoe laag die helikopter daar hangt. Boven de akkers, de zompige akkers. En dan mee met die drie vluchters. Peloton 3 minuten 30. Dus die zitten op een goede 40, 45 seconden van dat. Eens kijken van het drietal. Dus dat moet nog kunnen voor een vierde plaats. Als zijn ze aan het synchroon rennen. Lascano even uit het ritme. En Van Aert, dat is als een metronoom. Wel eens ook. Maar allemaal, hè. Maar op die kuiten van Lascano, daar kan je met vier op kaarten, hoor. Daar kan je troef op uitbrengen. Hoe plezant moet het eigenlijk niet zijn om met dit gevoel rond te fietsen? Ja. Ja. Pas op, dat gaat eigenlijk makkelijk zijn. Je moet gewoon twee collega's zoeken die minder zijn dan jij. Dan is het al plezant om te fietsen. Als je altijd beter bent. Ja. Met wielertoeristen is dat ook zo. Als je de zwakste bent van je groepje, dan kom je thuis, proef je in de zetel met de benen omhoog en kan je geen pap meer zeggen. Als je beter bent dan die anderen, dan doe je ze pijn en zorg je dat zij in de zetel belanden. Voilà, ja, dat is hem juist. Hè. Maar dit zijn nu toevallig drie goeie. Ja. Dat is een ander verhaal natuurlijk. En toch is er iemand de betere. Altijd. Zal het straks aan de finish zijn van... Ze reden 5 per uur te snel, Renaat. Of hij reed 5 per uur te snel, Renaat. Die zou weg geweest zijn. Hè? Niet in deze koers natuurlijk. Maar deed het wel in de ronde van. Maar zij rijden wel. Ja. Te snel voor al wat erachter komt. Dat mag je wel zeggen. Nog 33 kilometer. We naderen Kuurne. En ook weer geen verrassing. Hè? Je kan niet zeggen in dat peloton, ik was verrast. Nee. Want je wist perfect waar ze naartoe reden. Je wist perfect waar ze naartoe reden. En het gebeurde daar waar het moest gebeuren en ging gebeuren. De aanzet was al gegeven, het was al gebroken. Bourlequet en dan de Mont Saint-Laurent, Kasseiberg. Bam, streep eronder, boeken toe. Ja, niet verrast met twee R'en, maar een beetje verast wel. Ja. Daarachter. He, opgebrand, opgerookt. Ja, ja, ja. As, as, as. Dat is wat er overblijft van brandhout. Daar zit er niks mee. Dat warm is. Gisteren een paar keer de vraag gehad, José, of jij echt de koning van de discotheek was met lang haar vroeger. Ik had gezegd gisteren, als wij nog haar hadden, dan waren wij koningen van de discotheek. Ah ja, ja. Goh, op jonge leeftijd, ja. Ik was op 31 gestopt met koersen, hè, dus ik moest direct de wereld gaan ontdekken. Dus dan kwam jij met de cabrio en de cowboyhoed op aan de discotheek en schoot je met een revolver een gat in het plafond? Nee, kijk. Nee, dat had ik allemaal niet nodig. Hè. Natuurlijke charmes. Beetje krullen. Geen patsergedrag. Nee. Mm-hmm. Gisteren en José hebben we te veel over de wielermanager gepraat. Ah, ja, we hebben het er vandaag nog niet over gehad, ja. Nee, gisteren wel. En s'avonds lag die... De wielermanager. S'avonds lag die plat. Ja, er kon niet meer aan die ploeg gesleuteld worden. Er was grote paniek in alle geledingen. Maar ondertussen... Zit iemand achter ons, blonde god, die steekt 3 vingers omhoog. Alle drie? Deze 3 mannen mee. Ja, Welle zit er niet bij mij, de andere 2 wel. En Jurgensen zit er ook bij, maar hoor iets ook. Dus... Die gaan nog ingelopen worden. Ja, ik vrees er ook voor. Je moet geven. Het was grote paniek gisteravond bij de ontwikkelaars van de wielermanager, want die lag plat om
onverklaarbare reden. De servers die waren overbelast, omdat José te vaak het woord wielermanager had laten vallen. En ik ook. Dus ja, we mogen er niks meer over zeggen. Nee, gaan we ook niet doen. Met deze. Telt Samijn mee voor de wielermanager? Jawel. Ah, ja, maar. Jurgensen, Pitti en Mohoric op 1 minuut 50. Zegt de wedstrijdradio, maar wie is groep 2 dan? Daar staat 3 minuten en 1. Ik begrijp het niet goed. Gaan die mannen nu in één keer rapper rijden dan die mannen vooraan? We gaan eens een top moeten nemen ergens. Gaan ze straks dit nog eens in beeld brengen? Want de coureurs zijn al weg, hè? Opletten toch, mannen, dat jullie daar niet afdommen. Ja, ja, niet naar links of naar rechts. Nee, een beetje glad plastic. Ik zal voorzichtig zijn. Niemand weet op een of andere manier de juiste voorsprong of wat er ook gebeurt in dat peloton, want ook bepaalde sites zijn niet echt mee. Nou, voorlopig niet echt aan de orde. Nee, nee. 3 minuten. De situatie is klaar en duidelijk. Daar gaan we vanuit. Trouwens, wie straks naar de cross kijkt, mag ook even zijn oren dichtknopen. Want het resultaat willen we ook wel meegeven. Niels van de Putten heeft er nog één gewonnen. Voor Lars van der Haar, Elie Iserbiet, Laurens Week en Toon van de Bos. En bij de vrouwen, Lucinda Brands voor Bakker en Vertonschot. ...4.20 staat daar nu, dat is het peloton. Dat zal het zijn. En groep 3... ...is dan het peloton, of wat? Ik begrijp er geen snars van. Daar staat G2 achtervolgers en naar G2 3 minuten. Hier kijken, dat moeten we zien. Dat is het verschil van een minuut 20 dat we nu gaan opmeten, in principe. Minuut 50. Maar ja, tussen groep... dat zijn drie achtervolgers. Met Wright, Kampenaerts... En wie is die derde man? Vito Braat. Vito Braat? Of Fred Wright? Fred Wright. Nee. Nee, nee, hier nee, zit Fred nee. Wright achteraan. Maar de man... Nee. Vito Braat. Ja, 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 ja. Braat, Kampenaerts en Wright. Dat zijn er 9. 3 keer 3. Die overkwam van Team Flanders, ja. Balwaze naar Intermarché, want die... Ja, en ook al een paar goede uitslagen reed in het begin van het seizoen. We zijn nog altijd in het begin. Afkomstig uit Zwevenzele. Hij is daar toch geboren. Zie je niet zo ver vandaan op de Brugse Steenweg, als je die blijft volgen. Komt in Zwevenzele uit. Er is nog wel andere dingen tegengekomen. Engelmünster, Meulenbeek. Maar iets verder ook Zwevenzele. Kan je ook lekker gaan eten. Niet zo lang geleden is men Tom Boonen blijven plakken. Vorige zomer. In Cœur d'Ami. Daar zijn ze aan het bouwen. Waar niet? De kraan staat er nog. En er is nog werk aan. Ja. Met de gestegen grondstoffen zal het... Groendak leggen, zoals dat meestal gaat. Groendak, dan nog een beetje zonnepanelen en een warmtepomp. Met de gestegen grondstofprijzen zal het wat duurder uitvallen dan voorzien, denk ik. Jammer. Braats.
is sterk, Renaat. Renaat. 2,55 is de achterstand. Van Jurgensen, Mohoric en Pitti. Dat is 3 minuten. Maar is dat van die drie, Renaat? Want die was van antenne. Jawel, jawel, jawel. Die drie vliegen nog bijna 3 minuten. Oké. Dus niet 1,50 zoals Wedstrijd Radio meldt, maar 2,50, 2,58 nu. Dus koers gereden, nog 27 kilometer. Eén van deze drie wint Kuurne-Brussel, Kuurne 2024. En deze drie gaan samen het podium. En dan is het wel een lastige koers geweest, achteraf bekeken. Als je dat ziet, deze drie, drie daar nog eens drie achter. En dan nog een deel met zijn verspreidheid. Ja. Renaat nog eens. Ja, 3,41 voor Brada en Kampenaars en Wright. En dan wachten we op dat peloton. Daar gaan we ons voor zetten, maar dat worden 4 minuten en 20 seconden. We hebben een aandring. Oké, dan spreek ik niet meer van een peloton en een andere groep. Ze zullen allemaal podium staan tegen dat Grasberg. Ik kon niet op zijn manier van spreken, maar met een brutale partij. Ze steken er met kop en schouder bovenuit. Ze zijn bijgekregen op een lastigste moment van de wedstrijd zelf. Want de eerste laat staat bovenop op het zijbeklimming. Om dan op de uur bovenop de vierde man eraf te rijden. Victor Braat heeft nog twee koersjes. Vini Braat en Axel Braat. Dus het is 3-3-3-3. Ja, ik denk dat we niet dat we finish gaan hebben. Maar hij blijft net voor rijden dan nog meer op 5-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 
Met wat draaien en een keer naar verder erbij. Wel een goede weerstand dan weer in. Beetje zon. Mooi, mooi. Dit jaar. Contract tekenen voor drie jaar. Zoals ik zeg, veel stof om te waaien. Maar het stofstof gaat altijd liggen. In ieder geval was het daar. Dat lijkt mij. Wie gaat als eerste? Wasser. Of wie gaat hier als eerste? Aan. Zo, zo lang ze mee draaien. Dat gaat aan het aanvallen worden, zeker. Als je succes hebt, dan ga je toch één moment kiezen en proberen te hebben dat het goede moment is. Maar voor wel eens. En dan gaan we weer twee tijdrijden blijven uitrijden in de bal van Lascano. Dat gaat nog moeten, maar een verrassingsaanval helemaal op het eind. Ja, natuurlijk recreëren dat. Supermoeilijk. Soms van de pijks, omdat je met drieën bent en je reageert onmiddellijk. In een of andere aanval wordt het beste nog altijd beter en beter. Dat je dat elkaar gewoon kapot maakt. Het is kwestie van onmiddellijk te reageren. Je reageert en je neemt iemand mee, dan ga je natuurlijk de kans vergroten. Maar als je direct reageert en ding doet. Ja. Opletten natuurlijk dat je geen ongelukjes hebt of dat je niet gelijk rijdt door een foute manoeuvre, want ook dan is het goed toe. Dat zal wel jammer zijn. De Graaf bouwden we in de 9e laan. Dat bouwden we met de ijzeren arm of met het houten been.
Ik weet het niet hoor. Zeg het. Je moet het niet opzoeken als Frits. Het is al aan het zoeken. Al aan het zoeken, later maar. Maakt niet uit. Ik zal het nog eens kijken. Alsjeblieft. Ik zal het nog eens kijken. Ja? Ben jij geïnteresseerd? Oké, okay, numero. Ja. We zijn een beetje stilgevallen. Die mannen niet natuurlijk. Maar we kunnen alleen maar chapeau zeggen. We kunnen alleen maar onze pet afnemen. Zoals geen deze mannen laten zien hebben. Misschien moeten we ook nog eens tanken voor de finale. Dus, schenk eens een zatte koffie in. Ik zal dat overlaten naar Ruben. Die bij ons zit. Gentleman advice. Dat dat geen enkel probleem zijn. Dit is super. Geweldig. Daar gaan we richting Grote Markt. We zijn op de Doornikse Steenweg. Tunneltje uit en dan komen we, dankjewel, komen we aan het Schouwburgplein en richting Grote Markt. En die Lascano die laat zo vaak de indruk van last hebben. Zo, dat hebben we al een paar koersen gezien, ook in de voorbije wedstrijd in Spanje daar, dat je denkt, hij werd gekost bijna. In die ontsnapping kwam dan terug en ging dan uiteindelijk toch zelf winnen. Ook daar zou je gezegd hebben, hij is veruit de sterkste man in koers. En toch liet hem een paar keer blijken alsof het minder ging. Maar het is een hele taaie. En daar was vanmorgen de ploegvoorstelling. Hier staat nog het podium met dat witte zeil over. En het hele plein stond vol. Was het Boudewijn met de ijzeren arm, de negende? Dat was een toevalstreffer. Ja, dat zal wel. Nee, echt waar. Code 2. Enfin, code 2, de mensen thuis weten niet wat dat is, maar dan mogen we nooit tegen zondigen, nooit tegen liegen. Als we code 2 zeggen, dan spreken we de waarheid. De Broeltorens. Die waken over de Leie in Kortrijk. Nog een kilometer of 8 en dan komen we hier een eerste keer over de streep. En dan gaan we nog een lokale ronde doen van 12,5 kilometer. Dit is al de lokale omloop. Daar gaan we straks nog eens passeren. En de mensen langs de weg die zijn zich al lang bewust van de situatie natuurlijk. Die zijn nu naar buiten gelopen. Dit is het Begijnhof van Kortrijk, ook een prachtig stukje erfgoed. In sommige Vlaamse steden heb je een Begijnhof en meestal is dat goed bewaard of vooral goed gerenoveerd, zoals hier in Kortrijk. Heel mooi. Er is ruim de tijd voor sightseeing. Ja, dat krijg je dan bij deze drie man. Je bent ook uitverteld over deze drie mannen natuurlijk. Alhoewel we eigenlijk nooit uitverteld zijn over een Wout van Aert, over Welles en over Lascano. Ja, als je dit soort ondernemingen tot een goed einde brengt en stel je bent Wout van Aert en je wint straks, ja, dan vlieg je met een ongelooflijk gevoel naar Tenerife. Ah, ja, ja, ja. Je mag al zoveel meegemaakt hebben, zoveel gewonnen hebben. Ja, maar dat doet nog, altijd deugd. Ik kan me voorstellen dat dat altijd een goed gevoel geeft. Vooral na zo'n wedstrijd als vandaag. Gisteren dan nog op het einde dat sprintje gewonnen. Zegt ook al veel. Want ze doen toch allemaal wel mee om dat sprintje nog te winnen. En degenen die niet meedoen, zijn degenen die denken van het gaat toch niet lukken. En die komen dan nadien zeggen, ja, maar het was niet voor de eerste plaats. Maar dat kennen we dan vooral. Heel veel wagens en motoren in het zog van dit leidende trio. Leidend met korte ei.
En als je het met lange ei bekijkt, dan is er maar één die leidt als je op mimiek afgaat. En dat is Lascano. Hè. Maar dit heeft... Maar dat is een beetje de stijl. Inderdaad. Dat is een beetje de stijl van de man. Het geeft vooral een vertekend beeld, denk ik. De hoogtewerkers komen van pas. Een beetje met een kriebel in de buik. Nog eens naar Renaat. Ja, Marcato kan ik jullie niet aanbieden. Het is ook niet in beeld. Ja, toch wel, het is Marcato. Marco Marcato, che cosa puoi fare ancora con Tim Wellen? Ja, kijk. De race finish de finish line. So we will see. We will try to do something if we can the opportunity. Of course, Van Aert is strong here in front, but everything can happen. Is there an ideal moment to try something? We will see. We will see. Also depends of the legs. We are on the car, so we think it's something, but they are riding. So, yeah, they just have the feeling, and let's see what's going on. Tim said something about going with those three guys in this finale because it's an incredible performance. Yeah, actually it was super good today, but it's already from the beginning they went super hard, so it's also the energy that left count. So we never know also at the sprint what's going on. Thank you so much, mille grazie. Hij wil het in het Engels doen. En hij zat aan de verkeerde kant, daarom kon ik hem niet in beeld aan doen. Nee, je sprak nogthans voortreffelijk Italiaans tegen hem, maar hij wil zijn Engels demonstreren. Het begon met een aantal dooddoenders natuurlijk. Aan de finish pas worden de prijzen gegeven, daar ligt de aankomst en je weet nooit wat er gebeurt. Maar dat laatste was wel interessant, dat energiepeilen. Dat was het eigenlijk waar het hem eigenlijk over gaat. Hè. Altijd, altijd gevaarlijk, met drieën ganse dag op stap. Om het zo uit te drukken. En dan kom je naar de streep en dan denk je, ik zal hem hier eens op ik weet niet wat allemaal gooien. Je zet aan en je verliest. Je moet daar maar eens vragen aan Jurgen Roelands in het Belgisch kampioenschap tegen Preben van Nekken. Mm-hmm. In te vuren. De rapste, maar veruit de rapste. En verliest toch wel zeker. Ik wil nu Jurgen geen pijn doen, hè. Maar ik bedoel maar. Als je nu nog ziet hoe gretig die Lascano is, dan zou je helemaal niet denken dat die afgaand op de beelden die je ziet, als je zijn vooraanzicht ziet, van zo'n beetje bekken trekken en doen. Maar als je hem nu ziet op kop rijden, dan rijdt hij nu al 300 meter op kop, denk ik. Dus redelijk lange beurten. Jong en oud komt buiten voor de koers. Dat zagen we op de markt van Kortrijk ook. Hoeveel mensen geïnteresseerd zijn van allerlei pluimage in het wielrennen in Vlaanderen. En dat is de grote verdienste van deze generatie coureurs ook wel. Hè. Ja, dat is exponentieel gegroeid, die interesse. Oké, er is altijd veel interesse geweest hier, maar het groeit nog altijd. En je krijgt de jongeren mee ook. Het is net op de beleving ook in Vlaanderen anders is de laatste jaren. Ik krijg meer en meer sms'jes. Ja, we kunnen eraan beginnen, alsof iedereen eraan begint. Hmm. Is heel raar. Ja, dat is waar. Dat is waar. En je hoort van die wielerliefhebbers ook heel veel verhalen. Hè. Ze komen met hun levensverhaal, ze komen met verhalen over de koers. Toen ik gisteren parkeerde in Nienhoven, stonden we op een parking en het regende. En ik zocht mijn weg naar de aankomst, want we stonden daar vrij ver. En er kwam een heel vriendelijke meneer met een koersfiets naast mij stappen. En hij zei, kan ik jou helpen, Karel? Ik breng je graag naar de aankomst. En hij begon zijn levensverhaal, Frank. In 2003 zelf beginnen koersen, omdat hij wou stoppen met roken. En 15 jaar gekoerst, hè? Geen wielertoerist. Hè? 15 jaar bij de OVWF of die nevenbonden. En dan zelfs nog 2 jaar bij de liefhebbers gekoerst. En dan komt daar nog het levensverhaal achter. Zijn levensgezellin Petra heeft een niertransplantatie ondergaan en sukkelt een beetje. Allemaal diep Vlaamse verhalen die in elk Vlaams gezin wel schuilen. Ook. Dus Frank en Petra, veel groeten vanuit Kuurne.
En maar doorstomen met deze drie. Het is echt stomen, hè. Daar zit niks van verval op. Daarboven blijft 3 minuten staan. Dus op 2 fronten rijden ze even snel. Eens ze dat tempo gevonden hebben, kunnen die mannen blijven rijden. Hè? Ja, en als je weet, als je erachter rijdt met de wagen, dan rijden die continu 50 per uur bijna. Hè? En dan kan je dat eigenlijk toch niet begrijpen. Dus als je zelf met de fiets rijdt en je gaat zo eens met een metertje rondtoeren en je moet 50 per uur rijden, maar je moet dan vooral blijven rijden. Ja, dan zijn dat toch wel extreme atleten. Renaat. Ja, dat doen ze. Meer dan 50 rijden op dit moment. Wint hier ook wel in het voordeel. Pal in de rug. We zijn op grondgebied Kuurne. En daarnet, ja, jullie hebben wat aangedaan met die toppen daarnet. De achtervolging, dat duurde eeuwen. Ze hebben een stadsvoorsprong, kan ik jullie vertellen. En dat is dan Kortrijk. Ja, ik kan misschien een lokale ronde wachten, Renaat. We gaan hier sabiet aan de aankomst passeren. Doen, ja. Nog eens meegeven. €2.500 premie. Voor wie als eerste zijn wiel hier over de streep steekt bij het ingaan van de lokale ronde. Premie betaald door hoofdsponsor Plastibak. Wat doen die eigenlijk, José? Plastieke bakjes? Het woord zegt het zelf. Hè. Verpakkingen bakken, afsluitbare bakken, alles erop. En eraan. Vooral herbruikbaar, want dat moet ik. Accent op duurzaamheid. Jurgensen, Mohoric en Petty blijven rijden voor de ereplaatsen. De junioren zijn hier ook binnen. Winst voor een Belg, voor een landgenoot. Voor Aldo Talieu. Voor een Ier, Seth Dunwoody. En op een derde plaats een Sloveen van Akroch Tormans. Erazem Valjavec, de zoon van... Tadej Valjavec, ja. Een klimmer. Slovenië, jong. Ze komen daar uit de grond als paddenstoelen. Het is waar. De goede renners. Ze zijn me niet zo heel veel, maar ze zijn wel goed. Tadej Valjavec. Vooral in de Giro was de man paraat. Nog een kilometertje voor de passage hier aan de aankomst. Lascano die met zijn elleboog flappert. Hey, Renaat nog eens. Ja, Marcato vraagt op dit moment aan de wedstrijddirectie om ter hoogte van de 3 koplopers te komen. En dat gaat ook gebeuren, Marcato. Ik denk dat hij ze gaat inlichten over die premie. Of toch Tim wel eens vertellen dat er nog iets op te rapen is. Maar Van Aert zit in een goede positie, hè? Komt er nog een overname voor de finish? Nee, Van Aert gaat de dubbele premie meepakken. €4.000. €3.750. Valjavec, die derde werd bij de juniors, heeft al getekend bij de opleidingsploeg van Quickstep, van Soudal Quickstep. Vandaaruit. Je moet er vroeg bij zijn, hè? Of je maakt geen kans meer. Er staat hier een jongetje van 18 jaar aan de start, hè? Wordt 19 pas in oktober. En die rijdt bij een van de grootste teams ter wereld, bij UAE. Gibbe Staes. Het is... Komt ja. Ook van Akroch Tormans. Ik zou bijna zeggen, het is niet te doen, maar het is wel te doen. En gaat straks misschien in de prijzen delen als wel eens hier iets meepakt. Ja, die premies die gaan in de pot, hè, van de ploeg. En ik denk dat ze in dit geval misschien zelfs naar het personeel gaan en niet naar de coureurs bij Wout van Aert. Dat zou ik niet durven zeggen. Nee? Ik weet het niet hoe de zaken verdeeld worden. Dat is bij elke ploeg anders. Soms wordt er 50% gedeeld in een bepaalde pot. En 50% van de wedstrijd zelf wordt verdeeld. En andere ploegen hanteren dan weer een ander soort verdeelformule. Dat hangt een beetje af van team tot team.
En Philippe Meyragen meldt mij dat Aldo Tailleux ook mountainbiker is. Meer en meer combinatie. Bij Tim Welles stond die Ruta del Sol nog op zijn programma. Maar die is beperkt tot 5 kilometer. Een tijdrit gewonnen door Maxim van Gils. En de andere ritten zijn geannuleerd ook door het boerenprotest in Spanje. De lokale politie kon de veiligheid niet garanderen. Dus is dit de vierde koersdag van Welles, maar wel of de vijfde. Hè? Ja, hij heeft daar in Murcia een derde plaats, vierde in Gein, vijfde in die tijdrit daar in de Ruta del Sol en gisteren twaalfde in de Omloop het Nieuwsblad. Ja, en als je dan de lijn terugtrekt naar Welles, ook die was mountainbiker bij de Jeuk. Klopt. Kampioen van België geweest. En Wout van Aert, is dat geen cyclocrosser? Dat was in zijn vorig leven bij tot en met Benidorm een cyclocrosser. Straffe mannen zijn het. Amai. Hier de achtervolgers. En nu gaan we eindelijk de juiste achterstand weten van alle groepen. Dit klopte, hè, wat we zagen op het scherm, rond die 3 minuten. En ze blijven hier ook maar rijden, want... Hoe choco gaan die allemaal zijn? Ja, 4, 5, 6, ook belangrijk, hè, maar... Daar zijn ze. Ja. Dan toch nog. Het wordt nog precair voor deze drie. Ze gaan elkaar moeten blijven vinden in die laatste 12 kilometer. Oh, dat is echt tot en met het einde gas geven. Dat wordt jammer mochten deze mannen zijn ingelopen. Dit is een hele grote groep, hè. Waar ze hopen nog te spurten voor plek 4, hè. Ja, met Jordi Meus als die nog terug in dat peloton zit. Met Jasper Philipsen als die nog terug in dat peloton zit. En nog wel een paar anderen. Ja, ze volgen op een half minuutje van die andere drie. Wat een pak nog. Girmay zit hier ook nog. Die accordeon is helemaal dichtgeplooid in de achtergrond. Maar er steken er voorlopig 6 bovenuit. En vooral 3 bovenuit. Deze 3. Vermoeidheid van gisteren zit ook wel in dat peloton en dat speelt ook zijn partenij in die heuvelzone. Ja, veel allee, voor het overgrote deel toch dezelfde ploegen, dezelfde renners. Veel buitenlandse ploegen die met dezelfde renners aan de start gekomen zijn. 1 of 2 vervangingen, meestal. Zo'n kleine 30% van het peloton is vers. Vers van pers. Ja, en de rest heeft gisteren gereden. Heeft de sporen mee van een lastige omloop het Nieuwsblad in winderige omstandigheden met een finale van 150 kilometer. Ook hier weer een hele lange finale. Goh. Ook weer dik 100 kilometer finale. Hè. Het is goed dat we de Ronde van Vlaanderen van start tot finish uitzenden. Ze gaan demareren in Antwerpen. Om zeker te zijn dat we de ontsnapping niet missen, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat Visma Lise Bike van in de start... Demareert. Nee, tuurlijk niet, maar... Ah ja, hier kennen we het, hè. De cross in Kortrijk, de cyclocross, kwam hier aan. De Urban Cross, in 24 gewonnen door Iserbiet. En bij de vrouwen door Fem van Empel. Over de Groeningenbrug. Straks nog tijd zat na de finish om... de bezienswaardigheden van Kuurne in beeld te brengen, want dat ligt gevoelig. Hè? Ja, de renbaan en zo. Ja, ja. De hippodroom. Uiteraard. De ezelsgemeente, de gemeente ook voor eeuwig en altijd van Nesten, Weilen Nesten. De man met de onlosmakelijke pijp, het hoedje en de blote voeten. En het schilderspenseel natuurlijk. Een ezel die vaak achter zijn ezel zat en karikaturen maakte. Karikaturen die nog over het hele land gezaaid zijn. De sporen van Nesten vind je overal terug. Ze beginnen met de poepers te zitten. Ja. Want ze zien daar dat monster met de gapende muil komen. Ze hebben nog een geluk dat het niet voor de eerste plek is. Want anders zouden ze daarachter nog wat sneller rijden. Ja, maar ze gaan toch komen, denk ik. Ze gaan nog wel... Allee, ik bedoel, naar die 3 dan. Hè. Ik weet niet in hoeverre die voorsprong of die achterstand nog klopt. Maar ze hebben nog even tijd om er nog een paar man van elk ploeg bij te zetten. En op die manier toch een kans te maken om nog een top 5 te sprinten. Want dan zijn er maar 2 meer.
die Valjavec, hè? Ja. Die junior waarover het hadden, die verblijft in Wulvergem, in het Heuvelland. In het West-Vlaamse Heuvelland, in Wulvergem, bij Johan Molly. Oh ja, 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 dat is de talentscout van de ploeg Lefevre. De grote man, hè? Binnen die ploeg als talentscout. Die kan ook Manier en Lamperti en nog een deel ander op zijn konto schrijven. En die Aldo Tailleux, die koerst voor het team van Ostend Air College B-Concept. Die bieden een opleiding aan een 12-tal juniores. Oké, ik weet dat dat veel informatie is, maar het is belangrijk ook voor die mensen. Om eens vernoemd te worden. Uiteraard, om eens de honneurs te krijgen die ze verdienen. Die werken in de schaduw van deze grote drie en van deze grote, van dit grote peloton. Maar dat zijn eigenlijk de misschien wel de belangrijkste van allemaal. Hè? Goede opleidingen verzorgen, dat is nu het succes van de laatste 15 jaar in wielrennen. Jeugd die opgeleid wordt door mensen met kennis. En niet zomaar meer met een natte vinger. En als dit beeld klopt of deze tijdsaanduiding klopt, dan is er hoop voor die mannen voor plaats 5 en 6. Ze hebben ook geen enkele reden om te beginnen sparen, natuurlijk. Ja, het is toch niet veel meer. Nee. Het is niet veel meer. Hè. Het staat 24 seconden. Het zal zoiets zijn, maar het is tot op de... Net stond er dan nog een pak meer, dus het verandert bij de... En nu staat er maar 7 seconden, maar dat klopt ook niet. Het zijn er meer dan 7. Nou, dat zijn die motoren, hè, die een beetje positie aan het zoeken zijn. Wel alles ervan tussen, en dat is goed. Behalve een... jurylid. Ja, die wil gesticuleren, teken doet naar die auto's, maar daar ook niet meer hoeft te zitten eigenlijk. Ze zitten graag in beeld, hè. Vijftien seconden. Ze gaan ze pakken, hè, José. Ja. Dan heb je 100 kilometer voor de drol gereden. Aan de andere kant. Je hebt wel in beeld gefietst en je hebt goed getraind. Je hebt een poging ondernomen. Voor sommigen is dat een training, voor anderen is dat een pure marteling natuurlijk. De Kurende Brug in Haarlembeke, waar we over een paar weken naartoe gaan voor de E3 Saxo Classic. Voorlopig wel nog start in Haarlembeke en aankomst in Haarlembeke. Maar ook daar hoor je over spreken dat die startplaats ooit wel eens zou kunnen veranderen, dat daar onderhandelingen overlopen. Of dat waar is, weten we niet. Als er geld te verdienen is. Van Aert als eerste de bocht in, dan Welles en Lascano. Komt hier nog ergens een aanval? Is er nog iemand die een greintje energie in de tank heeft, die nog wat brandstof heeft? Als je dit bekijkt, lijkt het alsof Lascano zijn uiterste best moet doen om weer naar dat te gaan. Ja, ik zou een late uitval proberen, zo net voor de sprint. Zo. Dat lijkt me nog misschien. Op 700 meter? Ja. Dat is dan een lange sprint. Van achteruit. Mm-hmm. Loslaten en dan weg. Renaat, doe maar hoor. Ja, die indruk leek hij inderdaad heel even te geven dat hij daar op de limiet zat. Maar we zitten in de laatste 5 kilometer en nog geen enkele kopbeurt overgeslagen. Dus het blijft koffiedik kijken wat er hier nog gaat gebeuren met dit trio. Draaien en keren nu in de straten van Kuurne. En ja... Ja, daar zien we dat Welles dan even denkt van kom, ik wil nu al dat er afgelost wordt en dan gaat Lascano weer overnemen. Ja, op deze manier weten we wat er gaat gebeuren. Oké, zou iemand het Lascano kwalijk nemen mocht hij nu al een kilometer of 10, 15 gesleept hebben? En durft hij dat niet door de status van de anderen of wat is dat dan? Ja, misschien wel. En wat er dan al bij komt als je nu een paar kilometer niet zou overnemen, hè. Dan gaat de rest nog meer gepikeerd zijn en zeggen, ja, iedereen mag jij niet. Hè. Hmm. Dat krijg je dan ook nog natuurlijk. Ik weet het, maar goed. Ja, ja daar gaat Welles, aan de andere kant van de rotonde. Versnelling van Welles, maar het was een klein ommetje, heb ik de indruk, Renaat. Ja, klopt. Ja, ik denk zelfs, het was ietsje korter. Maar Van Aert zit meteen op het wiel en Lascano probeert er dan naartoe te rijden. Dit zou wel eens de versnelling te veel kunnen zijn voor de Spanjaard. Maar het geluk voor de Spanjaard is dat Welles daar nu heel even inhoudt. Ja, Van Aert gaat door, de top 2 is nu weg.
Misschien wel, maar Lascano breekt nog niet. Hij komt nog eens aansluiten, de Spanjaard. En zo gaan we naar de laatste 3 kilometer. Ja, Van Aert die onmiddellijk tempo maakt om ook te verhinderen als Lascano erbij komt, dat hij onmiddellijk weer gaat aanzetten natuurlijk. Ontmoedigt hem. Ja, maar Lascano, pas op. Dat lijkt me een beetje een... Een kat met 9 levens. Ja. Ja. Maar van hier aanvallen, wat Van Aert moet en zal alles controleren. En hoe vlugger je op wiel zit, hoe meer je de rest mee doodmaakt. Maar Kopecky kon gisteren ook niet verliezen. Ja, toch wel. Anders, als je de beelden anders, zag, ja. Ik vond Vos wel indrukwekkend, hoor. Anders. Hoe ze vlot volgde op de muur en op de Bosberg, hoe ze daarna controleerde. Kopecky ook meer gedaan, hè? Ja, ik weet meer het, gedaan. Maar ja, weet het, ja. Maar het scheelde ook wel een paar fietsen, hè? Ja, Vos is helemaal terug. Ook, ja, super. Hè? Ja, maar ja, als er nu één iemand is die het gunt, dan was het wel Vos. Alhoewel we Kopecky ook wel gunnen natuurlijk. Tuurlijk. Zeker. Tuurlijk, ja. Je zit als Belg te hopen dat Kopecky wint. Ja, aan de andere kant uiteraard. Ben je helemaal niet ontgoocheld of boos als Vos wint. Nee. Als wielerliefhebber kan je daar helemaal van genieten. Ja, moet je van genieten. Als Kano gaat eens kijken hoe ver ze nog van de finish zijn, is zijn computertje aan het instellen. Is het nu nog een ronde of niet? We zijn in Bavikhoven of we zijn daar buiten gereden. Hier is het dan. Dat is Dirk de Mol-land, hè? Ja. Hier de samensmelting. Jammer voor deze jongens. Ja. Daarachter wordt dus gespurt, dadelijk voor een vierde plek. Dus zij hebben nog een late uitval krijgen. Ja. Als Kano nu wel van achteruit. Ja, moet gewoon, denk ik... Ja, binnen die laatste kilometer daar een klein gaatje laten vallen, zou ik doen. Zo 10, 15, 20 meter, dat je wat snelheid hebt als je er voorbij komt. En dan moet je maar gewoon rekenen dat iemand... Wout, die controleert. Geen ruimte laat aan zijn linkerkant. Dan moet je maar over één schouder kijken. Dat is... De rechter. Lascano die achterom kijkt. Ja, nou, daar komt het niet meer van. Dat is de eerste les die... Hoyer. De tweede les die je moet leren, hè. Eerste les, van waar komt de wind? Ja. En dan welke kant natuurlijk. Hè? Een beetje piste. Maar dat doet hij wel goed nu. Laat ze een beetje rijden. Ja. Gaat doen, maar eerst de prijzen verdelen vooraan. Ja. De podiumplaatsen verdelen. Ja, je geeft hier natuurlijk wel wat ruimte tot recuperatie op die manier. Ja, dat hebben ze dan, alle drie. Maar Lascano zou eigenlijk nog iets verder achterop moeten rijden om van een verrassende aanval te kunnen spreken. Hè? Ja, maar die andere twee weten dat je ook gelooft wel. Je gelooft er niet in, hè? In Lascano, we komen heel dicht, hè, een kilometer. Ja, maar dat moet niet vroeger gaan. Van Aert gaat het niet laten gebeuren. Tuurlijk niet. Hier, nu gaat hij onder in de beugel nog even zijn neus proper maken. Je weet nooit, zegt hij, als ik op de foto moet. Net voor die laatste bocht. Onderdoor. Ja. Links opdraaien. Volle bak. Wel eens. Kijk naar Lascano. Het gaatje is er. Het zal wel goed zo. Ja, het zal na de bocht moeten zijn, want... Van Aert en zijn bochtentechniek, daar is weinig op aan te merken. En ze staan bijna stil, dan moet je echt wel heel explosief aanzetten. Tandje terugschakelen. Ja, hier gaat Lascano zich waarschijnlijk lanceren. Hè. Hier gaat hij zich lanceren. Voilà, daar gaat hij. Opgevangen al, Wout. Het is al te laat. Het is al Wout. Al te laat. Ja, wel eens gaat dat doen. Hij zit al terug op het wiel. Ja, het is al te laat. Ja, dat was, Het was met het nummer intekenen en al in beeld. Ja, oei, ja, wel is zelfs het wiel even kwijt. Getelefoneerd. Nu zit Van Aert eigenlijk in een ideale positie. Als Lascano doorrijdt... Ja, dat is niet... Dat is uit het verkeerde boekje. Ja, ik weet het, maar het heeft ook te maken met frisheid na zo'n aanval natuurlijk. Hè. Absoluut. Alles was op. Wout van Aert, Tim Welles of Hoyer Lascano. Als je het nu zegt, denk je Wout van Aert. Lascano gaat de spurt nog aantrekken. En dan komt Wout van Aert daaruit. Dan gaat hij daaruit komen. Kan wel eens nog iets van weerwerk bieden. Nee, denk het niet. Wout van Aert is op weg naar de zege in zijn allereerste Kuurne. Brussel-Kuurne spurt het tot op de streep. En Van Aert wint. Derde in de omloop. Winst in Kuurne. En hij mag naar zijn berg. Proficiat. 55-2.
45-2. Ja. 4 uur 20 koers. Alsjeblieft. Dat is niet eens een duurtraining voor die mannen. Boek het toe. Ja. Van een geslaagd openingsweekend gesproken. En dat staat er toch al op, hè, op die teller om straks mee te pakken naar de monumenten. Binnen. Klasse, man. Ze zullen er blij mee zijn. Kijk hier. Ja, Rick is er ook weer bij. Hier links binnenrijden, zegt hij. Sprintende Rick. Gisteren nog op de step. Ja, proficiat aan alle drie. Hè. Proficiat aan alle drie. Daar is Georgeke. En daar zijn ze nog gevallen. Daar zijn ze nog gevallen in die laatste bocht. Jammer, want er wordt hier gespeurd voor plek 4. Jasper De Buys die gaat meedoen. En zit Thijssen daar ook? Adrien Petit. En Fred Wright. En Fred Wright. En Naassen. En Turner. Ja, Naassen die heeft zijn ploeg laten werken. Naassen die gisteren vierde werd. Daar is Luke Lamperti. Ook Lamperti die gaat hier de maat van iedereen nemen in die spurt. Zo lijkt het toch. Of komt De Buys er nog over? Lamperti valt stil. Lamperti valt helemaal stil. En dan komt daar... Uiteindelijk over de streep. Wie zei ik? Laporte. Ja, ja. Laporte. Ja, ja. Laporte, inderdaad. Met die... Hadden we op 70 kilometer van de streep al gezegd. De kans is groot dan als...